Hey mensen, welkom bij mijn YouTube kanaal CEOlogisch. Abonneer op dit kanaal, like deze video, doe een duimpje omhoog. En laat een comment achter hier beneden in de reacties. Ik heb een praatvideo met Bart opnemen. Als jullie hem verstaan, zeg het dan. Allee, als jullie hem niet verstaan, laat het hier in de comments weten. Dan neem ik vanmorgen of zo een nieuwe video op. In ieder geval, dit is eigenlijk een praatvideo. Wacht even, zeg ik even. Dus dan kunnen gaan we met elkaar praten. Ik moet natuurlijk geen dingen zeggen dat niet fatsoenlijk zijn, want dan wordt mijn video gemonetized. Ik denk dat jij nog gebeld wordt. Dat ben ik niet. Of wel? Bij mij is het ook niet. Mijn gsm staat 0, dus allee, of staat niemand aan het bellen, dus ik vind het vreemd dat ik... Ik hoor toch niks? Zien is het ook niet? Nee. Ik ben het niet. Ja. En is er weg. Oké, zeg, en hoe is uw dag geweest? Oeh, want ik ben naar het bos geweest. Ah, leuk. Ah, mijn kameraad stuurt dat ik morgen zou willen. Oké, dat is goed. Ik ga daar eerst even reageren, goed? Ja, ik heb van Marcelino vandaag last gehad. Ik heb... Is hem weer bezig? Ja, nee, nu. Hij maakt elke keer een nieuw profiel aan, dus ik heb hem weer... Wow. Ik heb hem geblokkeerd en nu hoop ik dat hij eindelijk beseft dat hij mij niet meer terugkrijgt als lief. Hoop ik. Marcelino is en blijft een rare gast. Sorry hè, ik snap niet dat je zo iemand pakt met zo'n wild smink. Allee ja, dat is erover. Ja, ik ben blij dat ik er niet meer mee samen ben. Ik heb nu iemand waar ik gelukkig mee ben. Ik denk dat ik er veel, veel gelukkiger mee ben dan met Marcelino. Ja. Ja. Het was een, ja, dat is goed dat je daarvan opzet. Ja, eigenlijk alleen. Ik hoop dat hij nu weer niet een nieuw profiel gaat aanmaken. Dat ik morgen weer geen 1000 berichten van hem krijg. Maar hij snapt hem niet. Ja, nee, ik ben niet zo dom om iemand te blijven lastigvallen, maar hij precies wel. En ik heb weer naar zijn vader gebeld, dat hem eindelijk eens ophoudt. Ja, ik... Marcelino is, sinds ik je gekend, is hij niks veranderd. Niks, nee. Hij zit er straks ook, sorry, ik spijt me, ik zal het nooit meer doen. Ik zei, Marcelino, je hebt dat gedaan en ik kan je niet meer vertrouwen. Jij wordt mijn lief niet meer. Sorry dat ik het zeg, maar ik kan u niet vertrouwen. Jawel, je kunt mij wel vertrouwen. Ik zeg, nee. Jij hebt dingen gedaan die niet kunnen, Marcelino. Dat gaat bij mij niet door een beugel. En dan is zijn boos geworden, is ze beginnen dreigen en zo, dus ja. Wat doet hij dat ook al? Ja. Maar die dreigt met dingen dat eigenlijk, waar je geen schrik moet voor hebben, want die zegt van alles en nog wat. Waar het ermee dreigt en eigenlijk klopt dat van geen klote. Van wat dat die naam wel zegt. Dus trek me daar niks aan aan. Ik hoor daar ook niet veel niks meer van. Ja, de stuurde onlangs via Instagram, maar ik heb er niet veel op geantwoord. Hè. Ja, maar ja, ze zegt dan ook: ik kom naar u. En ik denk, Marcelino, als jij hier zit, ze gaan u niet binnenlaten. Daar ben ik heel zeker van. Jawel, ze laten me wel binnen. Nee, ze laten u niet binnen, Marcelino, want ze kennen u. En uw vader, laat u ook niet gaan. Plus, hoe moet je hier geraken met de lijnbus van Nederland naar België? Hé, hey, die is al zijn kop gevallen zeker? Die geraakt hem zelfs niet. Nee, ja. Marcelino is en blijft een rare gast. Die draagt ten eerste make-up, ten tweede die draagt nagellak en de derde die loopt met hakken rond. Okay, ja, die loopt met van die hakken rond. Ik heb hem daar vaak zien doen. Oh my god. Ja, ik ben content dat ik die ook niet meer hoor. Zo'n rare. Ja. In het begin was hij heel lief hoor, toen ik hem leerde kennen en dan zijn we gelukkig, maar dan uiteindelijk begon ik hem meer en meer te kennen en dan, ja, dan is,
dan is de liefde niet meer waard. Sorry dat ik dat zeg, maar ik kom ook wel nog mee Nederland overheen. Omdat mijn buurman een halve Hollander is, maar die is getrouwd met een buurvrouw. En die heeft twee dochters. En daar kom ik super mee overheen. Dus er zijn goede mensen daarin, en je hebt minder goede. Er zijn goede Hollanders en slechte Hollanders, zoals Marcelino. En die goede Hollanders die zijn heel lief en vriendelijk. En dat is Marcelino niet die hoort. Ik denk dat jij papa wel vriendelijk is. Ja, die mama en papa van Marcelino, die zijn wel vriendelijk, dat wel, maar Marcelino zelf niet. Hij moet daar verbeteren. Ja, maar Marcelino gaat niet veranderen. Ja. Dat twijfel ik. Ik ben er heel zeker van, die gaat niet veranderen. Ondertussen ken ik je nou goed genoeg dat je zelfs niet wilt veranderen. Je wilt alleen maar hakken en zo aandoen. En dan zegt hem, jij verkleed... Sorry dat ik dat zeg, hè. Dat is precies dat hij transgender wil worden. Dat hoop ik van niet, want dan ziet hem er helemaal niet uit. Nee. Ja, dan, je zegt wel stevig, je draagt ook meisjeskleren, maar dat is alleen met carnaval dat ik dat doe, hè. Voor de rest vind ik dat. Logisch. Met carnaval, dat verkleedt iedereen zich. Ik deed dat echt niet graag bij school. Echt niet. Ja, zo'n lessen hebben wij natuurlijk niet op school, gelukkig. En dan zo, kom. En dan hebben ze met mijn buik, dan heb ik mijn t-shirt moeten uitdoen, en dan hebben ze met mijn buik de pallen boven getekend. Eeuw. Ja, echt, en mijn verf. Ik ben content dat ik dat niet meer moet doen. Ja. Ik begrijp dat helemaal, ik zou het ook niet leuk vinden. Ik heb een nieuwe intro gemaakt voor mijn YouTube kanaal, mijn game kanaal. Normaal staat die nu online. Hallo. Denk ik. Ben niet zeker. Ja, ik vind het wel vervelend dat ik nu al mijn video's met mijn computer moet opnemen, want ja. Ik ga je ook bijna. Ik ga proberen via het PC zo over te schakelen, want mijn gsm heeft nog 20%. Oké, dan zie ik u wel verschijnen. Ja, 20%, dat is niet veel, hè? Nee. Ja. Ik heb vandaag voor de eerste keer een vogel kunnen filmen. Oh, leuk. Dat is moeilijk, hè? Ja, een vogel is snel, hè? Ja, maar. Het was denk ik een kraai. Wel, dat zijn normaal geen snelle vogels. Kraaien zijn normaal niet zo snel. Bedankt voor de actie. Ik ben aan de ene kant blij dat ik gestopt ben met TikTok. Dat is al minder stress te horen. Ja, ik zal een dansje moeten maken. Ja, ik maak ook dansjes, maar ik ga die filmpjes van Marcelino eraf gooien, en die staan er nog altijd op. Ja, maar ik denk zo niet leuk vind aan TikTok. Ik doe liever zo, ikzelf, ik dans liever bij vrienden en een onnozel dansje, dat ik het online smijt. Ja, nee, ik vind dat wel leuk om op TikTok te dansen, en dan deel ik dat op YouTube ook, dat filmpje, maar niet altijd. Ver op de grond. Ja. Ja. Hier zit ik. Ik was al aan het zoeken. Echt, ik heb het ook nog met een andere kameraad. Dat is af en toe verwarrend. En dan, jij noemt de vos? Steven Klopt. Vos. Nee, ik heet vos, niet de vos. Vos gewoon. Iemand dat ik ken, de vos. Ah, oké. Okay. Hetzelfde. Oké. Hopelijk belt mijn lief vandaag nog, want dat duurt nog wel even eer dat hij belt. Dat is net toevallig, die belt. Die belt naar mij, die ligt terug druk aan. Schakelt dan over. Allee, nog eens opnieuw.
kast strak een Netflix-film zien, maar ik weet nog niet welke. Ik bel je via de PC, hoor. Dat is goed. In ieder geval, dank wel voor het kijken en tot de volgende keer. Ciao,